Wij gaan naar het team van de Twentse Zorgcentra. En het is heel leuk, die waren heel actief op Slack. En wij kregen een hele trotse teamcaptain die foto's deelde van alle tussenstanden. Er werd lunch bezorgd om het team optimaal te faciliteren. Ze hadden alles helemaal perfect voorbereid. Canvassen, roadmaps, alles stond klaar. En we gaan kijken of dat ook geleid heeft tot een eerste, tweede, derde of publieksprijs. Mag ik een applaus voor team Twentse Zorgcentra? Ja, dankjewel. Mijn naam is Jarno Visser. Ik ben begeleider bij de Twentse Zorgcentra en ik neem jullie mee op reis met Roy. Hier zie je Roy en Roy die heeft net als andere mensen dingen die in zijn leven gebeuren, die iets met hem doen. Die soms een vervelend gevoel in zijn buik oproepen of een vol hoofd veroorzaken. En soms dan weet Roy het gewoon even niet meer. Dan heeft hij hulp nodig en dan heeft hij een begeleider nodig. Maar die is er niet altijd direct. Die kan in een andere ruimte zijn. En soms is het heel frustrerend. Hè? Want hoe frustrerend moet dat zijn dat jouw hoofd zo vol zit, dat je het niet meer weet, dat je hulp nodig hebt, maar dat je niet gehoord en gezien wordt. Wij hebben afgelopen week samen met Roy en andere bewoners gekeken hoe kunnen zij nu met behulp van technologie aangeven welke ondersteuning ze nodig hebben om zich gehoord en gezien te voelen. En samen met Roy hebben we een oplossing gevonden waarbij hij centraal staat. Niet de technologie, maar Roy. Een app voor op zijn horloge, telefoon of tablet, waarmee hij zelf kan aangeven wat hij voelt en wat hij nodig heeft. Een app die suggesties doet om misschien meteen al iets te kunnen doen in dat rare gevoel in zijn maag of die drukte in zijn hoofd. Bijvoorbeeld favoriete muziek luisteren. En een app waarmee Roy direct in contact kan komen met zijn begeleiding, ook als die ergens anders is. Wat vindt Roy nu zo fijn aan deze oplossing die we samen met hem hebben bedacht? Hij kan zelf aangeven dat hij hulp nodig heeft. Hij kan zelf kiezen welke hulp hij nodig heeft. Hij kan, als hij dat wil, direct contact krijgen met zijn begeleiding. En omdat de app gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, worden de suggesties die Roy krijgt steeds slimmer. De app die leert wat Roy op een bepaald moment nodig heeft. De app kan bijvoorbeeld leren dat Roy, als hij 's ochtends aangeeft boos te zijn, vooral baat heeft bij een suggestie muziek luisteren. Maar dat hij 's middags liever gaat wandelen. Dames en heren, hoe mooi zou het zijn hè, als Roy met deze technologie gehoord en gezien wordt. En hoe mooi is het voor mij als begeleider dat ik met deze oplossing daar kan zijn waar ik nodig ben. De reis is bijna voorbij. Het was een korte reis. Wij gaan verder reizen. We hebben gecheckt deze week op wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid. We zijn uitgenodigd bij NEDAP om ook daar te komen pitchen. We hebben heel veel mensen die met ons mee zijn gereisd deze week. Ik wil jullie uitnodigen om ook na de pitches met ons mee te reizen. Ik hoop dat we voor elkaar wat kunnen betekenen. En ik wil vooral Roy, maar ook Esmeralda, ik weet dat jullie daar zitten, heel erg bedanken dat ik met jullie mee mocht reizen. Dankjewel.